Hey Labba, welkom bij Ferm Creatief. En ik ga je leren hoe je met een boomstronk, een boomschijf en lino een prachtige afdruk kunt maken voor aan de muur. Wat hebben we daarvoor allemaal nodig? Het allerbelangrijkste, een boomstronk of een boomschijf. Een schuurmachine. Lino afdrukmateriaal vind je in de betere hobbyzaak. Een bunsenbrander en voor de kleinere stukjes kan een crème brûlée brander al werken. Dus je hoeft niet per se zo groot te gaan. Een borstel om je houtstronk wat proper te maken. Een staalborstel met metalen haren kan ook met opzetstuk mechanisch gedaan worden met je vijsmachine, als je dat thuis hebt liggen toevallig. Dan lijnolie. Eendert welke natuurlijke olie kan gebruikt worden op hout. Daarmee bedoel ik iets dat niet ranzig wordt. Geen boter of zo, maar natuurlijke olie. Walnootolie, dat je in de sla zou doen, of druivenpitolie, kan ook perfect. Voilà, gaan we starten. Voilà, de lijnolie is nu aan het indrogen. Met de staalborstel heb je eigenlijk houtskool weggehaald van je boomstronk. En dan krijg je eigenlijk mooi die ringen te zien. Hoe komt dat eigenlijk? Tussen de ringen, dat is het hardste hout, is er spint, dat is zacht hout, dat je eigenlijk hebt weggebrand. En zo zie je mooi die ringen tevoorschijn komen. Die verticale lijnen komen door de warmte, maar dat geeft zo wat een extra mooi effect, zoals verweerd hout. Voor mij hoef je niet zo groot te gaan. Je kan ook heel klein gaan. En het makkelijkste is om inheems zachter hout te nemen. Wat is zacht hout? Dit is willig trouwens. Willig is zacht hout. Populier is heel zacht hout. Zodra je dat je naar notelaar gaat, dat wordt al wat harder. En dan ga je ook veel harder moeten branden. Voilà, ik denk dat het wel ingedroogd is. En dan kunnen wij starten met de afdruk. Dit hier trouwens kan perfect ook met een hand. Voilà, de afdruk is klaar van misschien uw favoriete boom of een mooie herinnering aan iets uit uw kindertijd. Alle stappen zijn perfect uitgelegd op samenferm.be en tot de volgende keer.